Maar ik ben echt helemaal nat. Hoi en welkom terug op het YouTube-kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube-kanaal Christina K. Vandaag is het weer tijd voor een shopvlog en niet zomaar een shopvlog, namelijk een beauty shopvlog. Dus deze shopvlog draait ook helemaal om make-up en verzorgingsproducten en allemaal andere beauty spulletjes van de Action. Doe je duimpje omhoog als je er zin in hebt en laten we snel gaan beginnen. Oh jongens, ik heb trouwens echt een enorme tas. Ik heb echt enorm veel geshopt. Dus ik heb ook echt veel om te laten zien. Ik begin met super mooie baddoeken. Als je aan het einde van de dag je make-up gaat verwijderen, heb je toch wel een handdoekje nodig, lijkt mij. En deze is echt super zacht en echt super mooi. Je had hem in verschillende kleuren. In wit en volgens mij in mintgroen. Maar grijs leek mij in ieder geval het leukst. Ze zijn echt heerlijk zacht en ook lekker groot. De afmeting is 60 bij 110 centimeter. Dus dat is aardig groot, toch? En je hebt leuke franjes aan de onderkant. En hij is lekker zacht. Nou, ik ben hier helemaal blij mee. En ze kosten €3,99 per stuk. De next one is dit superleuke make-up tasje. Nou, het lijkt natuurlijk op een hele normale make-up tas. Maar het is het zeker niet. Want je kan hem nog zo helemaal open doen en openklappen. Waardoor je dus echt vet handig, bijvoorbeeld op reis, je beauty spulletjes mee te nemen. Hier kan je dan bijvoorbeeld je make-up kwasten in doen. Hier kan je dan, weet ik veel, je dagcremetjes in doen. En hier bijvoorbeeld make-up. En is alles mooi gescheiden en geordend. Want ik weet niet hoe het met jullie koffer zit, maar mijn koffer ziet er altijd echt niet uit. Ik heb altijd een troepje. Dus dan zijn in ieder geval mijn beauty spulletjes goed georganiseerd. En deze kost €2,95. Dan heb ik nog een steltang gekocht. En dit is een 2-in-1 curling iron en straightener. Wat hier dus heel erg handig aan is, is dat de uiteindes van de steltang dus soort gebogen zijn, waardoor het heel makkelijk zou moeten zijn om een krul te maken. Nou, ik moet zeggen, het is mij nog nooit in mijn leven gelukt om een krul te maken met een staaltang. Dus toen ik dit zag, was ik wel heel erg benieuwd. En deze ga ik dus testen op mijn eigen YouTube kanaal. Dus als je daarna benieuwd bent, volg me daar even. En dan zie je binnenkort een review van voorbij komen. En deze kost ook maar €6,95. Dus dat is ook gewoon echt een hele goede prijs. Mocht je deze al uitgeprobeerd hebben, laat dan even bij de reacties weten wat jij ervan vindt, want ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het stiekem een beetje spannend. Dan heb ik iets van Tea Tree en ik dacht dus dat Tea Tree Oil, wat je af en toe bij de Action hebt, dat gewoon niet per se een merk was. Maar nu denk ik dat het dus wel een merk is. Want ik zie hier van Tea Tree twee verschillende producten. Namelijk een foaming facial cleanser en een deep cleansing gel. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd hoe het eruit ziet trouwens. Oké, dus het is gewoon in een flesje. Je hebt echt best wel veel product. Het was echt een hele goede prijs. En dit zijn eigenlijk twee cleansers. Het is wel bedoeld voor een vette huid. Ja, voor een vette huid en eigenlijk een beetje een acne-gevoelige huid. Nou, dat is dus precies mijn huid. Dus ik was heel erg benieuwd naar deze twee producten. Die ga ik ook binnenkort zeker even uitproberen. En dan, als jullie benieuwd zijn wat ik ervan vind, dan vind je het terug op mijn eigen YouTube-kanaal. En deze kostte €1,79 per stuk. En de next one is namelijk deze zwarte tandpasta met charcoal. Nee, wacht. Ik vind het zo'n moeilijk woord. Charcoal? Van een zwarte tandpasta. Ik was eigenlijk wel heel benieuwd. Ik heb het nog nooit uitgeprobeerd. En ik dacht, weet je wat? We doen lekker gek. En we gaan het gewoon een keer proberen. Hier zit dus Active Bamboo Charcoal in. En dat zorgt er volgens mij voor dat je tanden witter worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. En deze kost €1,39. Ik zou even kijken of die ook echt helemaal zwart is. Ik denk het namelijk wel. Wow! Maar dat is raar, man. Wacht. Oh, nu heb ik het aan mijn handen. Het ruikt wel gewoon naar tandpasta, maar het is zo raar om je tandpasta zo zwart te zien. Ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe mijn wasbak hierna zal uitzien. En de volgende product zijn deze wattenstaafjes. Deze zijn namelijk van 100% cotton en paper. Dus ze zijn plasticvrij, wat echt fantastisch is. Ik zag ze al een keer eerder bij de Action. Ik heb ze al stiekem uitgeprobeerd. Ze zijn ook echt wel top in gebruik. En deze kost €0,85 voor 300 wattenstaafjes. Dus het is echt een super goede deal. En het is natuurlijk plasticvrij, wat natuurlijk alleen maar beter is. Vooral we nu met z'n allen veel meer bezig zijn met duurzaamheid. Dus dat is in ieder geval echt een tip van mij. En iets anders wat ik heb gezien. Deze heb ik dus nog nooit uitgeprobeerd. Maar dit zijn de Organic Cotton Pads. En dit zijn eigenlijk gewoon wattenschijfjes. Ze zijn gemaakt van 100% katoen,
En ze zijn gewoon biologisch. En deze kost 77 cent. En ik heb dus een make-up remover. Wacht, dit heet een cloth. Die je dus meerdere keren kunt gebruiken. Dus je kunt het gebruiken. Wacht, ik haal het er even uit. Dus je kunt het gewoon gebruiken om je make-up mee te verwijderen. En daarna kun je het gewoon in de wasmachine gooien. En dan kan je hem weer gebruiken. Dus in het kader van duurzaamheid is het natuurlijk al helemaal ideaal. Je kunt het natuurlijk ook gewoon met water gebruiken. Maar je kan denk ik ook gewoon je make-up remover hierop doen. Om dan net even wat beter bijvoorbeeld mascara te verwijderen. En dat is natuurlijk helemaal top. Ik heb het eens eerder gebruikt. En toen was ik er ook al een fan van. Ik ga het weer herintroduceren in mijn leven. Want wij zijn lekker bezig met herbruikbare spulletjes. En deze kost 89 cent. En dan heb ik nog een aantal maskertjes. En hier heb ik twee haarmaskers. En het leek me echt heel erg leuk om uit te proberen. Want dit zijn dus sheet maskers. Voor je haar. Dus ik dacht van, hè, hoe moet ik dit nou voor me zien? Ik snap er echt niks van. En volgens mij zit er ook echt dat printje op. Zeg maar wat je hier ziet. Maar in ieder geval, hier heb ik eentje met oil and care. En dit is een moisture and care. Dus die ga ik ook zeker binnenkort even proberen. In ieder geval, het klinkt super bijzonder. Ik ben heel erg benieuwd. En deze kostte 1,19 per stuk. Dan heb ik nog een masker wat ik echt heel erg bijzonder vond. Dit is namelijk masker voor je nagelriemen. Jawel jongens, dit hebben jullie goed gehoord. Voor je nagelriemen. Dit zijn natuurlijk gewoon 10 van die eeny mini kleine maskertjes. Die je hier kan zien. Ik vond het echt fantastisch. Toen ik dit zag, dacht ik, dit ga ik uitproberen. En deze kost maar 84 cent. Dus daarvoor kon ik het ook niet laten liggen. En dan heb ik ook nog scheermesjes gekocht. En deze zijn gewoon van Gillette Venus. Super goede, super chille scheermesjes. Maar natuurlijk voor een veel kleinere prijs bij de Action te verkrijgen. Er zit er echt een vet mooi printje op. En ja, je hebt gewoon 3 super chille scheermesjes. En deze scheermesjes waren nu in de aanbieding voor 3,95. Iets wat ik ook altijd bij de Action koop is een haarlak. En deze haarlak van Nivea vind ik echt top. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk alleen maar fan van Nivea haarlakken. Want andere haarlakken hebben zo'n geur en deze niet. En die koop ik dus altijd bij de Action omdat die daar gewoon een stukje goedkoper is. En deze kost 2,29 nu. Iets anders wat ik ook vaak bij de Action koop is natuurlijk deo. Deze komt ook gewoon van Nivea. Echt super chill dat we gewoon dit soort merken bij de Action kunnen kopen voor een veel kleinere prijs. En deze kost nu 1,89. Ik ben natuurlijk ook bij de make-up afdeling geweest en ik heb hier een lipstick gevonden van NYX. Dus dat is ook gewoon te vinden bij de Action. Dat is natuurlijk wel van een wat oudere collectie van NYX. Maar dat is in principe niet erg. En ik heb hier hem in de kleur. Ik weet niet wat voor kleur dit is. Het is in ieder geval een hele natuurlijke nude kleur. En deze kost 2,29. En dan heb ik ook nog een blush gekocht van Rimmel London. Waarschijnlijk is dit ook van een wat oudere collectie. Maar goed, zoals ik al zei, make-up is gewoon make-up. En dit is gewoon een cream blush in een mooie roze kleur. En deze kost 1,69. Ik bedoel, wanneer koop je nou een blush voor zo'n lage prijs. Dan heb ik ook nog een haarmasker gekocht. En dit is de Intense Repair Keratin Hair Mask. En deze heb ik ook al wel eens eerder geprobeerd. Het ruikt echt chill. Echt super lekker. Ook echt een hele goede prijs voor zo'n grote pot met haarmasker. En zoals ik al zei, ik heb het al wel eens eerder geprobeerd. En toen vond ik het echt heel erg fijn. Dus ik dacht, we gaan hem weer proberen. En deze kost 1,95. En ik heb ook handgel gekocht, jongens. Gezien de omstandigheden waar we nu in zitten, ben ik echt meer dan ooit bewust van mijn handen wassen, mijn alles schoonhouden. En toen zag ik deze handgel. En hier staat peer op. En waar ik dus heel erg benieuwd naar was, is of dit ook echt naar peren ruikt. Ik hoop het natuurlijk wel, maar we gaan het even proberen. Oh, het ruikt oprecht best wel lekker zoet. Ik ben benieuwd. Want zeg maar, die geur, dat is toch niet altijd even lekker. Maar deze, oeh, was even heftig jongens. Oké, het ruikt niet naar peren, eerlijk is eerlijk. Maar het ruikt wel lekker zoet. Oh, wat chill. Echt beter dan zo'n normale geur. Van zo'n handgel. En deze is maar 79 cent. En dan heb ik ook nog een handcreme gekocht. Want ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar mijn handen worden daar dus ook heel erg droog van. Van al het extra wassen en alle gelletjes die ik nu gebruik. Dus ik zag deze van Vaseline. Het is gewoon een chille handcreme. Met keratine is het ook nog eens. En wat ik dus heel erg chill vind. Is dat het ook voor healthy hands en stronger nails is. Dus je nagels worden ook verzorgd. Dus toen ik dat zag, dacht ik van, oeh, dit wil ik wel echt even uitproberen. Maar ik ga dit even uitproberen. Ik ben wel benieuwd naar de geur. Oh, heel chill. Gewoon heel verzorgend. Oh, ik ben benieuwd of dit ook echt gaat helpen om mijn
nagels sterker te krijgen. En deze kost €1,39. En dan heb ik nog twee lipsticks gekocht. Eentje in een rode kleur. Een beetje een warme, vurige rode kleur. En deze is meer bordeauxrood. Ik zal ze even uit de verpakking halen om ze even te swatchen. Oké, dit is in de kleur Desire. De prachtig felle rode kleur. Het is gewoon een satin lipstick, dus het glanst mooi. Het is echt wel een mooie zomerse kleur. Ik zie mezelf het al helemaal dragen en dan lekker op een terrasje te gaan zitten of zo. En dan hebben we hier de kleur maroon. En dit is een wat bruinere rood. Oh, die is ook heel mooi. Ook gewoon, het heeft ook zeg maar dezelfde satin finish. Echt heel erg mooi. En deze kostte maar 79 cent. Per stuk. En dan als laatste alweer is de setting spray van Maxamor. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hier echt al super veel goede reviews over gehoord. Dus ik was heel erg benieuwd ernaar, maar ik vond hem steeds maar niet. En eindelijk kwam ik hem dus tegen. Heel erg benieuwd. Sommige Maxamor producten zijn echt fantastisch. En deze kost maar €1,49. Nou, voor een setting spray is dat echt geen geld, jongens. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er een geur aan zit en hoe het voelt en zo. Dus ik ga hem even uittesten. Het is ook echt super mooi flesje. Ik vind het gewoon echt heel simpel, maar hij ziet er echt goed uit. Weet je, ik ga hem gewoon even proberen. Oh, er zit niet echt een geur aan trouwens. Maar ik ben echt helemaal nat. Het is best wel een natte spray, eerlijk is eerlijk. En dat was hem alweer, jongens. Ik moet zeggen, ik heb wel een aantal favorieten van vandaag. Ik denk dat mijn favoriete aankoop toch deze prachtige make-up tas is. En iets waar ik echt heel erg naar benieuwd ben, is deze staaltang en krultang in één. En laat ook even in de comments weten waar jij het meeste naar benieuwd bent. En wat jouw favoriete product was van vandaag die ik heb laten zien. En voor nu wil ik jullie dan heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Action Nederland als je dat nog niet hebt gedaan. Om geen enkele video te missen. En doe ook je duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heel bedankt voor het kijken, jongens. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!